Hallo beste leerlingen, daar zijn we weer. We gaan vandaag een boeromelet maken zoals jullie zien. Stel ik alleen natuurlijk mijn handen op het scherm, zodat we vooral kunnen zien wat moeten koken. En ondertussen hebben jullie lang genoeg tegen me aan moeten kijken. We gaan in de praktijk gaan we lekker boerenomelet maken. Waarom boerenomelet? Een boerenomelet is ten eerste gezond. Het is vaak makkelijk te maken. We kunnen er veel techniek in toepassen. En het is ook nog niet te duur. Daarbij hebben we hier verschillende ingrediënten liggen. Natuurlijk zijn de eieren belangrijk. Een beetje margarine voor het eitje in te bakken. We zien hier ook een hele prei, een hele wortel, een hele paprika liggen. En ik heb daar nog een beetje verse kruiden. Nou, die heb ik ook niet speciaal gekocht. Het is ook wat ik in de tuin heb staan. Dille, bladpeterselie. Een boerenomelet maakten de boeren vroeger met de spulletjes wat ze in huis hadden. Voor ons is het wel belangrijk dat we een wortel of een paprika hebben. Zodat we de snijtechnieken goed kunnen oefenen. Dat gaat moeilijk op de prei. Dus daarvoor zorgt wel dat je een stukje wortel of een stukje paprika, een knolselderij, vaste groenten waarmee je de snijtechnieken, wat je ook vaker in je werktraject al gebruikt hebt, dat je die nog een keer kan oefenen. Dus heb je nou een keer geen kruiden of net even andere kruiden, heb je geen paprika, en dan pak je een uitje erbij, doe je een uitje snipperen. Huh? Dus zo gaan we aan de slag. Voor nu zijn dit mijn ingrediënten. En ik ga ook laten zien de materialen wat we nodig hebben, dat je daarop kan voorbereiden. Goed. Natuurlijk hebben we nodig een pan. Dit is een grote pan. Helaas hebben we op dit moment geen kleinere. Thuis hoeft hij niet zo groot te zijn hoor. Vaak heb je nog een formaatje kleiner, mag je die pakken. Dat zorgt straks dat het omeletje makkelijker bij elkaar blijft. Een zeef of een vergiet, kan alle twee. Wij gaan dadelijk de groenten eerst snijden, zodat ze mooi eerst snijden, zodat ze makkelijker in vorm zijn. En daarna, als alles gesneden is, gaan we ze onder elkaar even goed wassen. Wassen natuurlijk heel belangrijk. Zorg dat alle materialen goed schoon zijn. Een bekken voor de eieren in te klutsen. Een dun schiller, een klein office mes. Of, ja, het liefst gewoon een groot koksmes. Heb je dat nog niet, heb je alleen thuis een kleiner mesje, kunnen we het ook met een kleiner mesje doen. Ik ga dat ook laten zien hoe dat met een kleiner mesje doet. Peperzout hoort erbij. En een, je mag van mij natuurlijk een garde gebruiken. Voordat ik het eitje nog te klutsen. Wat we daar nog bij bakken nodig hebben, laat ik dadelijk zien in het volgende in het filmpje als we echt het eitje gaan bakken. Dat zijn zover de voorwerpen. Wat we nu gaan koken is voor één persoon. Het zijn twee eieren. Sorry, twee eieren. Een stukje margarine. Kunnen we daar een beetje vanaf. Ik zal meteen laten zien. Voor één persoon een wortel. En dan snij ik een stukje af. Normaal. Dan zal ik ze eerst even schillen. Wortel schillen. Altijd zorgen dat de... Dat het kontje op de snijpan leunt. Dus niet zo in de lucht houden of noem maar op. Alleen vliegtuigen vliegen in de lucht. Daarmee bedoelen we dus dat altijd alles, als je gaat schillen of snijden, je zorgt dat je een stevige ondergrond hebt en dat het product goed stevig ligt. Ja. Natuurlijk altijd een afvalbakje bij de hand. Zorg dat je groenten en plastic snijdt, dan kun je die groenten nog thuis gebruiken om eventueel soep te maken.
gebruik ze dan wel ook, want anders staat het alleen maar de hele week in de weg. Van deze wortel snijden we zo'n stukje af. Zeker voldoende dadelijk voor het eitje. Je kunt, als je wil, met één plakje beginnen om daar weer reepjes van te maken. Zorg dat die reepjes al even groot zijn als die paprika. Dat je daar een mooi gelijke blokjes hebt. Je ziet hier een dikker stuk. Kijk nog even naar binnen. Ja, krijgen we mooie reepjes. Kun je dat iets beter met de snijtechniek, hè? Dan mag je van mij ook twee op elkaar beginnen. Yes. Dit houden we even aan de kant. Nou, je ziet, we hebben die mooie stapeltjes reepjes. Paprika en wortel, die zijn al gemaakt. Ik leg weer netjes alles aan de kant. Ik pak het grote gedeelte pak ik weg. Ik pak een klein stapeltje er vanaf. Het zijn nog 6 reepjes. En ik ga met de 6 beginnen op de snijmethode. Ik ga eerst langzaam. Yes. Ik zal één keer met kleine mesje worden. Nogmaals, liever een groot mes, omdat dat ook voor de techniek veel beter pas komt. Maar om te oefenen, mag ik een klein mesje. Klein mesje maak je eigenlijk niet de locomotief beweging, maar je trekt hem erover. Daaronder. Ik wil natuurlijk dat zoveel mensen kunnen meedoen en niet als je net even één groot mes thuis hebt liggen dat je dan al niet kan meedoen met de oefening. Deze worsteltjes die zijn al klaar. Ik snij de laatste blokjes weg. Ik ga hetzelfde doen met de paprika. Zorg dat het mes schoon is. Ga even om de kraan houden met de botkant van het mes. Heel even met een beetje keukenpapier, keukenrol, er langs schrijven. Hoeft niet meteen weggegooid te worden. Snijd de blokjes. Rustig eigenlijk een beetje bij elkaar. Gaat het natuurlijk iets minder goed? Misschien gaat het wel beter. Dan
als het thuis wat minder goed gaat, ik hoef het niet per se te leggen dat je het niet goed doet. Misschien heb je net een mes wat minder scherp is. Heb je niet even een keuken waar je genoeg plaats of noem maar op. Nogmaals, meedoen is het belangrijkste. En door oefening baart kunst. We gaan hier de kruiden pakken. Deze komen bij mij uit de tuin. Dit is de bladpeterselie. En dit is dille. Zoals je bij de meeste kruiden is het vooral eerst belangrijkste dat de middelste dikke steel dat je daar kruiden vanaf plukt. De prei doen we daar als laatste. Daar hebben we maar een klein stukje van nodig. Je ziet dat ik hier al best wel veel groentjes op de plank heb liggen. De dille er vanaf geplukt van het steeltje. De bladpeterselie pluk ik ook er vanaf. De prei doe ik inderdaad als laatste. De prei komt vaak nog veel zand uit. En dan dat nou de dille nog vanaf geplukt van het steeltje. De bladpeterselie pluk ik ook er vanaf. De prei doe ik inderdaad als laatste. De prei komt vaak nog veel zand uit. En als ik dat nou als laatste doe, dan hoef ik niet bang te zijn dat die zand nog tussen mijn wortel en de paprika en kruiden komt. En dat duurt het ook minder lang voor alles weer schoon te maken. De kruiden hakken hebben we al vaker gedaan. We zorgen dat er een klein een hoopje, een popje maken we er eigenlijk een beetje van. Zodat dat een beetje in elkaar zit. Ja, daardoor springen de kruiden al niet alle kanten op. Zetten op de vingers weer de juiste snijtechniek methode. Maak een klein kommetje, kootjes naar onder. En beginnen te snijden. Dit is kruiden snijden, ja. We krijgen daarna vaak de neiging om kruiden te gaan hakken. En dat is op de punt het mes volhouden. En dan kan ook. Maar om de snijtechnieken te oefenen is het beter om weer opnieuw over hetzelfde hoopje door te gaan. Ja. Dit ligt er lang uit als het gemengd wordt. Bladpeterselie hetzelfde. Kruiden heb ik trouwens wel van tevoren gewassen. Dat had er nog niet bij gezegd. Dus die hoeven nu niet meer gewassen te worden. De kwestie van de kruiden pakken. Even in zijn geheel in een zeefje. En daarna goed laten uitlekken en goed laten drogen. Of het keukenpapier even droogdeppen.
Ja. Nou, zoals jullie zien, wortel, paprika, kruiden zijn klaar. Deze ga ik even apart in een bakje doen. Ik doe de kruiden er niet lekker bij. Voor zekerheid, want dat even niet kut. Als je hem dat thuis ook al gesneden hebt. Lekker een mengeltje maken. De prei. Kort, maas weer even schoon. Klein stukje af. De prei. We gaan daar, in dit geval, je ziet dat een vrij dikke prei is, normaal zou ik zeggen halve ringen. Ik sta er een beetje vanaf, dit voelt er nog een beetje het hout erig aan. Dat betekent dat je nog te ver op de wortel zit. En we gaan hier nou kwart ringen van maken. Dat wil zeggen dat we hem één keer zo snijden en één keer zo. Als we halve ringen gaan snijden, worden ze denk ik erg grof. Daar kijken. Ja. In vergelijking tot de blokjes wat we gesneden hebben, is het dan erg grof. Dus we gaan hem nog een keer ermee. Nog een keer ermee. Je ziet, ik heb nu de plank met wat kruiden ligt er nog bij. Komt daar toch allemaal bij elkaar. Dus in dat geval maakt het niet veel uit. Nou, een mooie snijtechniek. Vrij slink, heel erg, het lijkt misschien veel. Ik altijd dat laatste, je mag het anders nemen. Probeer dat ook nog op de juiste manier. Het zorgt alleen maar dat je nog beter aan het oefenen bent om de controle voor het mes. Ja. Ga ook lekker je wei doen. En dan is eigenlijk onze garnering klaar. Ik ga hier even de snijplank schoonmaken. Ik doe het gewoon simpel. Ik heb er nog geen vlees op gesneden. Heel even onder de kraan. Dat vooral de zand. En dan ik dat straks iets anders ga.
Dan gebruik ik hem daar voor spulletjes op te leggen of noem maar op. Ik maak hem intussen nu even graag schoon. Ik heb alles gesneden wat ik moest snijden. Het schone werkbank is belangrijk. We hebben nu de kruiden. Ik heb hier een hele mooie fijne zeef. De kruiden, sorry, de groenten, alles. Ons garnituur noemen we dat ook wel. De blokjes, de prei, de paprika, de wortel. Die gaan we hier mooi in doen. Ik ga deze heel even zo onder de kraan houden. Wel even goed. Wrijven dat het zand de modder er goed vanaf kan spoelen. Waarom pak ik keukenpapier? De groenten zijn nu nog nat. De garnituur is nu nog nat. Even erop. Als ik dat dadelijk in een warme pan doe, ben ik bang dat het te veel gaat spetteren. Gedroogd hebben, niet te hard wrijven, wrijf je keukenrol kapot, goed deppen. Ja. Je ziet, ons garnituur is klaar. We gaan zo meteen met het klutsen van het eitje beginnen, maar daarvoor ga ik het vervolgfilmpje starten. Hallo, daar zijn we weer. We gaan beginnen met het bakken van het eitje. Ik heb de eitjes nog niet geklutst, die mag je natuurlijk ook al van tevoren doen. De garnituur staat klaar, ik heb 2 eitjes gepakt. Je mag er ook 3 eitjes van maken. Let een beetje op de cholesterol. Een eitje is niet ongezond, maar te veel. Overal wat te veel staat, is ook niet goed. Een klont margarine. Ja, kunnen we. Margarine is fijn, die kunnen we tot warmer verhitten dan roomboter. Daarnaast zitten er minder verzadigde vetten in. Dierlijke vetten. Wat zorgt dat de margarine gezonder is. Daar zijn er geen dierlijke vetten in en dat betekent dat er alleen maar plantaardige vetten in zitten. En die zijn onverzadigd. Dus dat is een stuk gezonder. Je mag van mij ook met olijfolie. Dat is voor jezelf de keuze. Ik vind het fijner om met margarine te werken. Goed, ik ga de eitjes klutsen en we gaan aan de gang. Zorg dat er geen schalen in zitten. Altijd een beetje knoeien. Nog ik. Wel zorg dat het dan fatsoenlijk opgeruimd wordt. Voordat je verder gaat. Yes, dan gaan we de pan. In dit geval
Een inductiekoelplaat ligt al of je thuis elektrisch of gas hebt. Deze zie is al het slot, moet ik even vanaf. Ja. En we zetten de pan, ik zet op laag of op laag vuur of op een lage stand. Je ziet eigenlijk of je een goede stand hebt en hoe snel het de margarine begint te smelten. Het is niet erg als hij rustig door de pan heen. Beter iets lager stand omdat hij al te snel is. Duurt het nog iets te lang met de margarine, dan mag je een standje hoger zetten. Ondertussen peper, zout en een ei. De garde kan ook met een vork natuurlijk. Hier even roeren. Wat zout erbij. Eigenlijk officieel. Altijd peper eerst een beetje op je hand. Het kan nooit een ongeluk gebeuren dat je wens het peperpotje helemaal erin hebt zitten. En dan en dan af. Ook met zout zo. We zien dat de margarine erg langzaam smelt. Nou, dan weten we een stukje hoger. Het gevaar bij te hoog vuur is ten eerste dat het vet veel te snel gaat verbranden. Het wordt bruin, het gaat in de kamer steken. Het bakt veel te snel, waardoor het product vaak ook al veel te snel te bruin wordt. En juist de kunst is om op rustig vuur, middelmatig vuur te koken. En dan zit soms een beetje geduld bij. Ik kijk ondertussen nog of ik alles klaar heb. Ik heb alleen nog een spateltje bijgenomen. Een plastic. Zodat ik de pan daar niet kan beschadigen. Afzuigkap heb ik hier hangen, maar die staat even uit. Zodat we geen onnodig geluid hebben. En je ziet nu al dat de boter rustig gaat smelten. Dan krijg je dan de neiging om daar heel wild te doen. En de pan, nee. Dus niet met de pan van het vuur afhalen of noem maar op. De pan gewoon laten staan. Zolang het de pan in contact is met de warmte, gaat het nog het snelste. Ja, je ziet nu langzaam het begint te bruisen. Nu ga ik één keer heel rustig. Dadelijk gaan we als eerst het uitgelekte gedroogde garnituur, het boeromelet garnituur, gaan we erbij doen. Daar, dat gaan we lekker rustig aanbakken. De margarine is nog een beetje het borrelen. Zodat die daar uitgeborreld is. Ja, oké. Garnituur in de pan. Ik hou het een beetje over. Omdat ik nu twee eitjes heb en dan is het misschien erg veel garnituur. Dit gaat eigenlijk nog mooi slinken. Bij een beetje omhoog. Begint een lekkere geur vanaf te komen.
hierbij heel de tijd die pan om op en neer. Dat heeft allemaal geen zin. Af en toe is heel erg zorgen aan de andere kant van het garnituur. Of de warmte komt en dat is al voldoende. De camera kun je het niet zien, maar je ziet nu die groenten beginnen al een beetje mooi te glinsteren. Op dit moment vraag je eigenlijk, hoe weet je nou of het garnituur goed is? Niet om de prei te proeven, niet door de paprika, maar door de wortel dadelijk even te proeven. Maar als die al zacht begint te worden, dan weet je dat de rest ook zacht is, omdat de wortel natuurlijk de hardste groente is. Ik heb nu een grote pan. Ik ga dadelijk de groente een beetje aan één kant houden. Ik ga gewoon het omlegje naar één kant bewegen, want anders krijg ik een heel groot eitje en dan gaat het dadelijk uit elkaar vallen, maar ik wil het dadelijk mooi bij elkaar houden. Het is ook de kenmerk van een envelop. Van een boer op mijn lab. Ze zeggen wel, ze doe je een beetje vouwen als een als een envelopje, zeggen ze eigenlijk. Dat maakt wel zin op. Het klassieke op mijn lab. Ik zie dat eigenlijk de groente best wel nu wat harder beginnen te bakken. En van dat hoeft niet voor op mijn lab, zo al wat aangegeven. Dus ik ga hem nog wat langzamer zetten. Dat ik zelf de tijd heb om netjes te werken. Ik kom één keer aan mijn eitje. Eindelijk, je ziet het als een net een beetje zo dicht vouwen. Dat lukt nu nog niet helemaal, dat is net te zacht voor. En met een envelop bedoel ik het bovenste klapje wat je daar in de onderklap. Dan doen we door het envelopje naar voren te bewegen en dan heel zachtjes even met de pan te zorgen dat het een mooie kanteling maakt. De zijkanten, hier een beetje, loopt het niet meer onder. Ik vind dan een beetje vierkant buiten zit. Deze doe ik natuurlijk weg. Hier heeft rauw ei in gezeten. Daar gaan we niks meer in leggen, want dit zijn we niet gaar maken. Dit is een ongaar product. Dat gaan we zetten meteen bij de afwas. Het omeletje is nu nog vrij zacht van de bovenkant. Dat zie je nog? Je ziet het nog glinsteren. Dat is helemaal niet erg. Het is wel belangrijk dat een omelet goed gaar is, maar het is ook belangrijk dat het niet... dat je veel te lang in de pan laat zitten. Nu is het nog niet goed. Ik ga hem iets hoger van temperatuur zetten. Maar een omelet hoort baveux te zijn. Franse term. En dat betekent dat het omeletje van binnen zacht mag zijn. Van buiten is het hard. Van binnen is het wel gaar. Dat wil zeggen dat het over de temperatuur van over de 75 graden is geweest. Maar van binnen wel nog een zachte structuur heeft. En dat krijg je ook omdat we het dikker maken, komt die warmte dan niet direct aan. En blijft het omeletje lekker zacht van binnen. Ik ga hem nu, komt het moeilijkere gedeelte, even een beetje omrollen. Je ziet dat we het gevouwen hebben.
kan hier aan de bovenkant. Kijken hoe het eitje van de binnenkant gaat. Nou, het ziet er maar vrij zacht uit. En ons omeletje is klaar. Ik kan hier nog in de tussen zien dat hij van binnen mooi helemaal, het ei helemaal gestold is. En ik kan hem zo mijn bordje gaan presenteren. Denk dat je kunt natuurlijk dan lekker op een broodje doen. En je kunt er nog spekjes bij pakken. Ik weet niet wie je gaat verwennen. Misschien wel jezelf. Ligt natuurlijk wat je zelf lekker vindt. Maar ook zo is een omelet al heerlijk om te eten. Laatste. Eerst het vuur uit. Bij het leerwerkproject zijn we natuurlijk altijd al gewend om de stukjes af te garneren. We zien het eitje. Het lukje gewassen, maar wel mooie kruiden. Ook al het eitje. En alsjeblieft, misschien nog wat peper, heet een beetje zout en klaar is Kees. Laat lekker smaken zou ik zeggen, of degene waar je voor gemaakt hebt.